Jongens, Jarask hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe live video hier op Call of Duty Black Ops Cold War. Vandaag gaan we twee Team Deathmatch potjes spelen, waarvan eentje met de MP5 submachine gun en eentje met de Krik 6 Assault Rifle. Dus heb je er nou zin in? Ram natuurlijk zo'n skyder blijft, zou ik super gaaf vinden. En de scorestreaks die ik vandaag gebruik zijn ten eerste de Spyplane die je vrijspeelt met 1000 punten, de Artillery Strike die je vrijspeelt bij 3000 punten en deze streak is een tijdje geleden nieuw toegevoegd. Namelijk de harp die je vrijspeelt bij 6000 punten. En de harp is eigenlijk hetzelfde als de Blackbird. Hetzelfde als de hater die we al hebben gezien in andere Call of Duty's. Of hetzelfde als een Advanced UAV. Of hoe je hem ook wil noemen. Dus we gaan kijken of we deze streak daadwerkelijk vandaag kunnen gaan halen in de potjes die we spelen. Dus het enige wat ik dan nog kan zeggen is, mocht je me nog willen supporten, gebruik dan de creatorcode Jarasky. Allemaal hoofdletters in de shop. Want dan support je natuurlijk mij automatisch mee en zou ik zeer op prijs stellen. Stuur sowieso een foto door als je hem geactiveerd hebt staan. En dat is het enige wat ik dan nog kan zeggen, is op naar het potje. Ons potje gaat van start en het is Team Deathmatch op de map Crossroads Strike. Oftewel, we hebben 100 punten nodig om te winnen. En je krijgt per kill 1 punt erbij voor je team. Ik hoorde je al lopen. Oh, ik had hem nog bijna geturnt, jongen. Er zat er ook nog geen, zeg maar, achter me. Dus vandaar dat ik me omdraaide. Alleen, dat was niet goed gekomen, helaas. Nee, zitten ze nou serieus al in onze span? Ik zag voetstapjes van mijn tracker. Kijk uit hoor, jongens. Oh, ze zitten zeker weten in onze span, ja. Dat houdt wel in dat deze mensen doorpushen, dus dat is natuurlijk een goed teken. En dat ze niet gewoon achterin de map gaan hangen. Alleen dan moeten wij natuurlijk wel wat beter opletten, want ze pushen echt daadwerkelijk in één keer door. En mijn batterij is bijna leeg. Ik ben een spawn in. Ik moet hier weg. Ik moet daar weg, ik wist het. Het scheelt ook echt niet veel hoor, of ik was daar neergegaan. Maar dat is altijd het risicootje als je natuurlijk die spawn inloopt. Mijn teammates die doen wel precies hetzelfde, dus daar ben ik blij mee. Alleen ik weet nu niet meer waar ze zijn. Zijn de spawns geflipt? Waar zitten ze? Ja, hier binnen. Ik hoorde hem. Meteen weer wegrennen, want ik heb natuurlijk geen suppressor, dus ik sta gewoon op die minimap aangegeven. 3-1 in het midden. Alsjeblieft teammate, ik help je jongen. Eentje boven. Die moet jij zelf pakken, vriend. En dan spannen ze nu allemaal hier achterin. Nu kan ik wel doorpushen. Omdat ze nu natuurlijk net zijn ingespand. Let's go. 7 streakje. We gaan lekker. Gewoon goed die spans in de gaten houden. Je ziet alles wat ik doe is die spans in de gaten houden. Want dat is zo... zo enorm belangrijk. En als je kijkt waar je teammates zitten, weet je natuurlijk ook een klein beetje... waar de enemies zitten. Alleen nu weet ik het... ja, nu zitten ze voor me. Alleen... sorry voor de camp. Alleen ik wist niet precies waar. Dus vandaar dat ik even iets rustiger speelde daar. Kom achter me aan. Ik heb 8 kogels, ik weet het. 2 man naast me. Dat is 1. Stomme mijn jongen. Ik ben er altijd zo enorm bang voor, hè. Ik heb weer een harp. Dat is een nieuwe streak in de game. En dat is letterlijk... maar dan krijg je letterlijk gewoon een hater zoals je op mijn minimap kan zien. En volgens mij zijn ze ook gerace quit. Dat was zo dom eigenlijk dat ik daar ging kijken, maar... af en toe moet je gewoon een beetje een risicootje nemen, joh. Dat is veel leuker. Ik weet dat je er zit, vriend, want ik heb een harp in de lucht hangen. Dus ik weet niet waar je mee bezig bent. Let's go, zit er nog één achterin. Let's go. 19 streak. We gaan hard. We gaan lekker. 20 streak. We gaan beast. Daar zitten ze te campen. Dat gaan we dus niet doen. Ze gooien de molotov op me. Dus blijven hier gewoon even zitten. Want ze zitten daar met z'n drieën. Eentje daarvan heeft ghost overigens. Alleen ze hebben dubbele spans. Ze moeten hier weg. Teammate is neergegaan. Ik weet niet wat hij voor wapen heeft, maar hij heeft wel een wapen. Dat wist ik! Nee, hij heeft een DMR! Nee, dan geef ik 20 streak. Dat stomme wapen is zo overpowered. Maar hij had een suppressor erop, dus ik hoorde niet aan het geluid welk wapen hij had. Ah, ik haat dat ding zo hard, hè. Die is zo
knijt ik je overpowered en hij kill me gewoon nog een keer. Oh, zelfs in Warzone is die overpowered. We gaan hem binnenkort wel een keertje gebruiken als hij niet nog een keer genurfd is. Want dat ding is echt niet normaal, jongen. En ik schoot ook wel mis. Ik moet het eerlijk toegeven, het was ook wel mijn eigen schuld. Want ik schoot ook wel echt superveel mis. Maar ja, kan gebeuren. Is niet erg. Mijn streak is in ieder geval weg. Gone. Er loopt er hier eentje om. Hij loopt helemaal om. Ja, dat was niet slim van je, jongen. Dat duurde ook echt enorm lang voordat hij er eindelijk was. Loopt er hier nog een? Want ik zet me... Oh, hij loopt daar. Zag je hem? Wow, yo. Ik zet mijn field mic even neer. Want dan wist ik natuurlijk precies waar hij vandaan kwam. Wow, yo. Ik heb er één. Ah, het armor! Slimme move. Slimme move. Hij had armor gepopt. Dus ik moest meer doorschieten. En ik was al weak natuurlijk. Maar ik heb weer een UAV'tje. Dan weten we nu wel waar ze zitten. We gaan gewoon omlopen. Niet doorsprayen, jongen. Je zag me niet eens, vriend. Zit er hier één binnen. Die kunnen we nu pushen, want ik ga nu naar mijn teammate toe. Zo, dat is payback met je stomme DMR. Die kreeg hij nog even terug. Ze zitten erachterin. Oh, mooie granaat, Jan. Thanks, jongens. Ik heb mijn best erop gedaan, hè. Daar gaat het om. Niet doen. Oh, hij heeft een sniper. We gaan naar binnen. Geen probleem. Dat doen we het op deze manier. Nog een molotov, sowieso. Ik moet wachten tot die molotov voorbij is, maar ik weet dat er daar dus een camper zit. Nooit M16! Oh, één burst, jongen. Die had me eigenlijk niet moeten hebben, die gast. Daar ben ik ook heel eerlijk in. Maar de M16 killt af en toe gewoon letterlijk in één kogel. En dat is ook echt niet normaal. Hij gaat er doorheen spelen. En neem mijn ruggetje, jammer. Ik wist niet waar die was. We staan op dit moment nog voor. Ik weet niet op deze manier hoe lang we dat vol gaan houden. Oh, er staat een sentry gun. Campertje hebben we. Campertje. Sentry gun is kapot. Ja, ik wou die gasten hebben. Ik wist dat die gast met die DMR erachter zat. Maar die zat achter zo'n vieze headglitch. Dus ik wist ook dat ik hem niet kon killen. Dus ik dacht, ik ga gewoon voor de kill die ik kan pakken. Ja, jij viezerik, jongen. Je pakt het meest overpowerde wapen in de game. En je gaat er nog mee campen ook. Dat is helemaal niet wat we willen zien natuurlijk. Maar, we staan 10 punten voor. Dus het gaat op deze manier nog goed. Als we maar het potje winnen, dan vind ik alles best. En we beginnen op een beast van een streak, joh. Dat is niet normaal. Pas op, de DMR gast zit er weer. Reload. Zat er daar nou één? Nee, nee, daar pakt hij ook nog een shotgun. Nee, daar heeft hij ook nog zijn shotgun erbij. Oh, ik word gekild. Ik sta midden in de map. Mijn streak in te roepen. Oh, ik dacht, oké, okay, hij heeft de DMR, fair enough. En dan pakt hij toch even de shotgun uit zijn achterzak. Dat kan allemaal, joh. Het is altijd één iemand in zo'n lobby, daar irriteer je altijd zo hard aan, jongen. Het maakt niet uit hoe lekker je gaat. Het maakt niet uit waar je mee bezig bent. Er is altijd één iemand in een lobby die je gewoon irriteert. Het is... Oh, volgens mij komt hier een care package. Hij heeft weer armen gepopt. Nee, 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 vriend. Hij heeft volgens mij wel een carepack. Hij heeft een carepack ingeroepen. Het potje zit erop, maar ik wil hem gewoon puur omdat het kan. Waar is die nou? Oh, hier. Wil ik hem nog even stelen? De counter UAV. Oh, never mind. We stelen hem maar niet. We stelen hem maar niet. Nou, ik wou hem gewoon nog pakken. We hebben toch al gewonnen, vriend. Maak de game af. Pak de gast met de DMR's laatste kill. Dat vind ik leuk namelijk. Oké, never mind. Ik weet niet waar die is. Ik maak de game gewoon af. Ik maak de game gewoon af. Alright, we hebben al net gewonnen. Oh nee, ik moet echt niet gaan kutten aan het einde altijd. Want dat gaat sowieso een keer fout namelijk. Voor nu hebben we wel gewonnen. We hebben ook nog eens een 20 gunstreak neergezet. Alleen helaas pakte toen iemand de overpowerde gun erbij. Maar dat maakt allemaal niet uit. Zelfs een 21 streak kill zie ik nu in de killcam. Dat maakt allemaal niet uit. Want we hebben een heerlijk potje neergezet. Dus we gaan er nog eentje achteraan spelen. De volgende game gaat ook van start en dit is Team Deathmatch op de map Satellite. En omdat het Satellite is, heb ik de Krik 6 Assault Rifle gepakt. In plaats van natuurlijk de MP5 die we net gebruikten. Omdat dit wapen een laser is. Wow, yo, ik hoorde hem schieten, alleen ik wist nog niet precies waar die was. Oh, granaat, pas op. Het is altijd lastig, vind ik zelf, op deze map. Want je weet natuurlijk niet hoe de enemies gaan lopen. En of ze daadwerkelijk sniper rifles gebruiken. Want op deze map zijn sniper rifles echt super, super fijn. Woe! En dan moet je ook echt heel erg goed voor opletten. Maar ze zitten
Daar inderdaad. Ik heb nu al geen ammo meer. Oh, ik heb nu al geen ammo meer. Ik heb gelukkig nog wel mijn shotgun op mijn secondary. Dus wat ik doe is ik roep gewoon mijn UAV in. En dan moeten we het gewoon gaan doen met die shotgun. 8 kogels zitten erin. Meer dan genoeg. We pushen gewoon. Dat was niet slim van je. Oh. Staat hij nou stil? Hij staat stil. Hij schiet nog scheef ook, jongens. Zag je die? Dat heeft niemand gezien, hoop ik. Niet snijpen, vriend. Ze spannen nog steeds erachterin. Spannen nog steeds hier achterin. We gaan gewoon terug. Hij heeft me volgens mij niet gezien. Dat was een risicootje, jongen. Dat was een risicootje. Wow, joh, maar er zitten er nog meer hier achterin. Of mijn teammate heeft hem. Ik weet het niet zeker. Ik ga het voor de zekerheid even checken. Want als het een sniper is... Ja, hij zit er nog steeds. Dan schakel ik hem liever uit namelijk. En dit is nu ook. Oké, let's go. We gaan weer lekker. We gaan weer hard. Daar. En daar voor de sniper die daar zit te campen namelijk. En dat zeg ik. In deze map moet je altijd opletten voor die snipers. Want mijn laatste artillery was raak. En die was daadwerkelijk op die sniper die achter in de map zat. Dus... Ik heb hem gehit. Hij is niet neer, maar ik heb hem gehit. Wacht, ik heb de harp. Let's go, we hebben hem nu al, joh. Als je op een streak gaat, dan krijg je zo enorm snel zoveel punten. Dus dat is ook echt zo enorm fijn. Alleen niet iedereen staat erop, zie ik nu. Die gast die stond er niet op, joh. Ik weet bij de way niet of mensen met Ghost er überhaupt wel opstaan of niet op komen te staan. Nee, ik wou hem... Nee, ze staan er allemaal! Nee, die stonden er niet op! Ja, dikke saus, man! Bro, ik wou hem humiliate. Ik had hem al lang kunnen killen, maar ik wou hem assassinate. Ik wou hem... op een leuke manier neerhalen. Alleen dat ging niet helemaal lekker zoals je zelf ook al zat. Zit er één voor met de suppressor. Sorry vriend, ik hoorde je schieten namelijk. Maar ik dacht serieus dat iedereen op die harp kwam te staan. Maar je ziet het zelf ook nu. Blijkbaar niet. Ik wist dat. Het is echt letterlijk de tweede keer dat ik hem aan heb staan. En nu überhaupt de tweede keer dat ik hem haal. Dus ik heb er weer wat van geleerd. Ja, ik heb er... Wauw, ze waren in één keer in mijn rug gespand. Ik heb er weer wat van geleerd. De spans die zijn zo raar af en toe. Kijk, het vorige potje snapte ik ze precies, de spans. Maar dit potje gaan ze weer letterlijk alle kanten op. Waarvan je het ook niet verwacht. En dan zitten ze ook nog wel rustig te spelen. Maar hij gaat nu zijn peper krijgen, want hij zit er volgens mij nog steeds. Ja, hij zit er nog steeds. Dat moet niet blijven zitten, vriend. Want dan krijg je een revenge namelijk op je kop. Is ook niet handig van hem, overigens. Maar ja, alleen maar makkelijker voor mij, toch? Wow. We zitten... Daar loopt er één. Maar... Oh, je teammate zit ernaast. Oh, wauw. Je teammate zat ernaast. Teammate, kan je helpen? Dank u. Dank u, teammate. Oh, ik had er echt zijn hulp nodig. En hij hielp me ook nog eens. Dankjewel. Field mic'je neer. En dan oppassen nu voor de snipers. En raak schieten. Volgens mij komt er iemand in mijn rug. Of niet. Ik speel nu ook iets rustiger. Puur omdat hun het doen. Dan ga ik het automatisch ook doen namelijk. Ik wist het. Dat was zo voorspelbaar dat hij daar kwam. Ho, pas op jongens. Ik heb hem. Ik heb nog 13 kogels. Dat moet genoeg zijn. Hij ligt hier. Wauw. Wat een plek. Ik heb nieuwe kogels. Eerst reloaden. Ik zag hem al lopen. Teammate heeft hem al. Let's go. Ik heb hem. Let's go. Dan heb ik een UAV. Zien we niet heel veel mensen nog. Want de meeste gebruiken allemaal ghosts namelijk in dit lobbytje. Oh, zit er een naast me. Nee, nog één naast me. Oh, joh. Hij zat er weer. Volgens mij was dat weer die XM4-gast. Die gaat de hele tijd gaat die daar zitten namelijk. Waar ik nu precies dat ding gooi. Ze zaten allemaal midden in de map. Ik heb ze allemaal. Dat hele team zat midden in de map, jongen. Oh, joh. Dat was een goede artillery. Je kan zeggen wat je wil. Oh, yo. Let's go. Die heeft mijn teammate. Lekker bezig. Er komt er waarschijnlijk eentje. Ja. Let's go. Dat was te verwachten namelijk. Ik zag hem al doorlopen. En als ze doorlopen komen ze automatisch bij die gang uit. Dus... Oh, ik word gesniped. Doei.
Heel vaak is het gewoon een beetje logisch nadenken. Kijken waar de enemies precies naartoe gaan. En ja, mijn teammate heeft het goed gedaan, jongen. En dan kun je ze wel inschatten welke routes ze ook lopen. Nou, we hebben op dit moment wel echt een beast van een score. Oh, die was heel scheef van me. Want we staan 41 om 8. En de game zit er ook al bijna op. En zo zie je, je moet gewoon een wapen pakken per map die je speelt. Want een Krik 6 is veel chiller op deze map dan bijvoorbeeld een MP5. Nee, ik kon niet meer bewegen. Ik lag pro-blok. Die kon nergens meer naartoe. Ah, oh, daar kon ik niks aan veranderen, jongen. Die dead. Ik lag tegen die satelliet aan. Tegen dat puin aan. En er kon geen kant meer op, joh. Maar ja, weer een revenge medal. I like it. Kijk, hier dacht mijn lichaam zit ook. Kijk, mijn lichaam. Zie je dat ik vast zat? Ik zei het, ik zat vast. Voor de mensen die me liegen geloofden, mijn voet zat echt vast. Yo. Team, het is neer. Dat is niet erg. Dan moet ik hier even rustig doen. Oh, connection interrupted. Nee! Ze zijn gereage quit! Dit is... Jongens. Ik weet niet wie er is geliefd, maar ik denk eigenlijk iemand van de vijanden die heeft zijn internet eruit getrokken. Die is gereage quit en nu valt dus de hele game eruit. We hebben het weer voor elkaar gekregen. Ja, ja, het is ons weer gelukt om een connection interrupted te krijgen. Ik vind het leuk. 43-9. Is dan mijn eindscore, want ja, de game die gaat gewoon niet meer door namelijk. Mijn eigen internet doet het nog wel, even voor de zekerheid. Ik was het niet. Maar daarbij zit natuurlijk deze video er wel weer op. We hebben twee games gespeeld. Eentje met de MP5, heerlijke streak neergezet. Eentje met de Krik 6 en gewoon wat logischer gespeeld. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Vergeet niet de support creator code Jaraski in de shop natuurlijk te gebruiken. Mocht je me willen supporten. En dan zeg ik bedankt voor het kijken, bedankt voor de support. En hopelijk ook weer... Tot de volgende keer. Bye bye, mensen.